dames en heren. Ik heet jullie van harte welkom bij weer een nieuwe EAFC video. En we gaan weer verder met onze career mode met Wrexham. We staan er natuurlijk goed voor om Europees voetbal te halen. Sterker nog, dat hebben we eigenlijk al gehaald door natuurlijk de FA Cup te winnen. Maar toch kunnen we nog Champions League voetbal halen en is dat toch wel de doelstelling voor deze video. Maar het gaat natuurlijk er niet zo goed. In de laatste paar wedstrijden en video's hebben we natuurlijk een best wel negatieve reeks neergezet. Sinds onze uitschakeling in de FA Cup tegen United, wat toch best wel zwaar viel, ook bij de selectie, maar ook binnen de club, is er gewoon best wel een negatieve spiraal ontstaan en daar zijn we eigenlijk niet meer uitgekomen. We hebben twee keer gelijk gespeeld, maar dan houdt het ook wel op. Dat waren ook de enige resultaten en daar kon ik ook eigenlijk niet meer leven met die twee gelijke spelen, want we hadden die wedstrijden eigenlijk moeten winnen. Denk bijvoorbeeld aan een gelijkspel tegen Wolverhampton, etc. Maar nu staat Brentford op het programma en Brentford begint echt uitermate goed aan de wedstrijd. Areola moest direct al aan de bak, zagen we. Heung-min Son die speelt zijn nadagen nog eventjes bij Brentford. Ja, nou ja, hij is ook al veel te oud. Topclubs zijn natuurlijk niet meer geïnteresseerd in zo'n oude speler. Maar goed, wij moeten proberen beter te gaan voetballen dan wat we eerst deden. Dus Greenwood krijgt de eerste kans van de wedstrijd. Alleen schiet hij best wel ver naast. Dus dat was weer wat minder. Maar goed, het was wel het eerste echte wapenfeit van ons als Wrexham zijnde. Maar dat bracht Brentford nou niet echt bepaald in paniek. Sterker nog, Brentford begon er door beter te voetballen. En dan was het 1-0 door Schade. Ja, hij heet daadwerkelijk Schade. En zo staat het 1-0 voor Brentford. En dat was toch wel weer een mentale tik, hoor. Het is elke keer zo van, ja, wij hebben het balbezit, alleen hebben we geen idee wat we moeten doen met dat balbezit. We zitten een beetje rond te tikken, maar we zijn een beetje inspiratieloos. En dat gebeurt de hele tijd. En het is Brentford die daar echt uitermate goed van profiteert. Maar goed, wij moeten ons proberen weer van deze mentale klap te herstellen. Maar dat is gewoon niet zo makkelijk. En dat blijkt tegen Brentford, want Brentford zet echt heel goed druk op ons. Maar hier doet Taylor toch wel een redelijk goede actie. Hij speelt een speler van Brentford uit. En daardoor kan deze Divide Washington de 1-1 binnenschieten. Best wel leuk voor hem, want hij is natuurlijk terug van een langdurige blessure. En we hadden Washington wel echt nodig, want Jebinson was gewoon te matig voor in de basisopstelling. Toch hebben we hem moeten opstellen en heeft hij gewoon te weinig doelpunten gemaakt. En deze Washington scoort gewoon eventjes weer in zijn 15e of 16e wedstrijd voor de club pas. Althans, dit seizoen dan, hè. Waarvan we hebben Washington al iets van 2-3 seizoenen. Volgens mij is dit zijn tweede seizoen in het Wrexham shirt. Maar goed, wij moeten proberen ook die 2-1 te gaan maken. En we zijn er best wel naar op zoek. En Divide Washington zorgt er alleen niet voor dat hij op het scorebord komt. Sterker nog, hij stond buitenspel. En dan is het de vraag, wat gaat Brentford doen? Kunnen hun misschien nog een doelpunt gaan maken? Nee, de bal wordt direct opgevangen door Wrexham. Het is Alejandro Garnacho die best wel ver mag komen op het middenveld en die Divide Washington aanspeelt. En ja, als Washington schiet, dan ziet hij er bijna altijd in. En dan staat het ook 1-2 in het voordeel van onze clubje uit Wales. En dit was dan toch wel weer goed, hoor. Ik bedoel van, ik had eigenlijk niet verwacht dat wij voor zouden komen. We speelden gewoon echt slecht. Het was gewoon echt niet goed. Maar ik bedoel, dit was gewoon een prachtbal op Washington. Ja, en hij weet wel hoe hij binnen moet schieten. Iets wat Jebinson natuurlijk niet wist. Maar hij wel. En zo staat het 1-2 voor Wrexham. En Pochettino is natuurlijk uiterst tevreden. Want ook zijn baan staat natuurlijk, nou ja, op het spel wil ik wel niet zeggen. Want hij speelt natuurlijk, staat gewoon boven het kunnen van Wrexham. Alleen ook het bestuur is nog niet blij met de doelstellingen. Over de doelstellingen gaan we het later hebben in deze video. Maar Brentford wil ook zeker wat terug doen. En Castellanos kan dat ook zeker. Want daar is de 2-2. Het is werkelijk waar ongelooflijk. Maar het is Brentford die toch weer langs zij komt. En de gelijkmaker binnenschiet. En dat is toch alweer een mentale klap voor Wrexham. Castellanos dus met de 2-2. En goed, het is wel een klap, want ik dacht eigenlijk dat we met een voorsprong de rust in zouden gaan. Maar uiteindelijk blijken we met een gelijkspel misschien wel de rust in te gaan. Of wordt dat zelfs nog een achterstand? Brentford heeft de bal, krijgt de bal bij Castellanos. Castellanos schiet van afstand, alleen is Areola hier niet echt van onder de indruk. Waardoor we met een 2-2 stand kunnen gaan rusten. En Pochettino kan niet tevreden zijn in de kleedkamer. Brandt zijn ploeg daarin ook volledig af.
Want dit Wrexham moet gewoon kunnen winnen van Brentford. Want we weten natuurlijk, Wrexham heeft dit seizoen heel veel geïnvesteerd. De landstitel werd niet verwacht. Dat ben je ook al simpelweg kansloos voor. In de volgende video zijn er nog maar 3 wedstrijden te spelen. En dan is het seizoen alweer ten einde. Maar goed, Brentford wil natuurlijk ook meer en ruikt meer. Hun trainer heeft ze alleen maar gemotiveerd dat ze door moeten gaan in hun spel. En dat doen ze ook, want daar is de 3-2 voor de thuisploeg. Het is opnieuw schade die je maakt. Ja, je kan hier eigenlijk alleen maar van zuchten, want hoe gaan wij dit negatieve sentiment nog keren binnen de selectie? Ik weet niet hoe we dit moeten gaan doen. Washington, zelfs een scorende spits gaat ons niet uit de diepe dal trekken, denk ik. Alhoewel we natuurlijk niet moeten vergeten dat Washington nog gewoon niet fit genoeg is om een hele wedstrijd te spelen. Maar dat we het er toch op wagen om hem een hele wedstrijd te laten spelen. Hatem en Tigeland verlaten trouwens het veld. Arias en Ahmed komen daarvoor in de plek. En ik weet het, Land is een center mid en Ahmed een 10. Maar goed, we moeten wat proberen. We hebben gewoon bijna geen center mid meer in onze selectie. En zo breed hebben wij het dus ook helemaal niet in onze selectie. We zitten iets te breed in de buitenspelers. Maar dan houdt het ook al op. Maar goed, Wrexham probeert weer een aanval op te zetten. En daar is dan Alejandro Garnacho. Hij maakt er uiteindelijk 3-3 van. En zo lijkt het er toch wel op dat Wrexham kan hopen op misschien wel een overwinning hier in Brentford. Maar dan moet het wel heel anders gaan. Want in de tweede helft, dit was eigenlijk gewoon vrijwel de eerste kans van de tweede helft aan onze kant. En dat is natuurlijk gewoon te triest voor woorden. Maar goed, Brentford ruikt ook nog steeds meer en wil gewoon een doelpunt maken. Heung-min Son had de bal, alleen verliest de bal. Waardoor Wrexham verliest ook de bal. En dan is hij Brentford met schade. En het is werkelijk waar, ongelooflijk. Maar schade mag gewoon zijn hat-trick binnenprikken. Waardoor Brentford weer op een 4-3 voorsprong staat. Ja, wat moeten we hier eigenlijk nog van zeggen? Het is natuurlijk gewoon enorm slecht wat wij hier laten zien. En Brentford, die kunnen gewoon gaan winnen, hè. Dat kan je nagaan. Maar wij wisselen nog wel. En een Spoku hebben wij bijvoorbeeld nog op de bank. Maar Garnacho, Castello Junior verlaten het veld. En daarin de plaats voorkomen er bijvoorbeeld deze Ernest Poku. Maar ook komt Jebinson erin. Ja, ik weet het. Ik heb hem afgebrand. Maar goed, we moeten wat proberen. Washington is niet fit genoeg om een hele wedstrijd te spelen. Dan maar de laatste 6 minuten voor Washington. Misschien dat we nog iets kunnen forceren binnen de selectie. We gaan het meemaken. Poku kunnen we in ieder geval misschien nog voor profiteren. Mochten we een countertje kunnen krijgen. Fontana Rosa is er trouwens ook ingekomen. Nou, die valt op dit moment dramatisch in. Verliest de bal. Is natuurlijk ook geen snelle speler. Dus ja, aan de ene kant is dat natuurlijk ook eigenlijk helemaal geen goede wissel als je het aan mij vraagt. Maar goed, wij proberen wel ons best om deze wedstrijd in ieder geval nog gelijk te spelen. Maar het is Brentford die de grote kans in de wedstrijd krijgt. En dat lijkt ook in ieder geval op de laatste kans van de wedstrijd. Areola snapt er ook niks van. Zijn selectie doet niks in de verdediging. En hier moet Areola opnieuw optreden. Het is werkelijk wel ongelooflijk dat Schade zo vrij kan koppen. En gelukkig hebben we een redelijk goede keeper onder de lat. Maar hier koppen we hem weg. Mason Greenwood heeft de bal. Greenwood krijgt de bal bij Poku. En Poku heeft door het instappen van de verdediger van Brentford heel veel ruimte. En Ernest Poku is los en schiet daardoor de 4-4 binnen. En zo viert Wrexham of als het de Champions League heeft gewonnen. Maar mag het hier natuurlijk niet tevreden mee zijn. Maar goed, het is altijd beter dan verliezen, zeg ik dan. De spelers zijn er in ieder geval wel blij mee. De trainer is er wat minder blij mee. Nou ja, natuurlijk, gelijkspel is gewoon goed. Maar een overwinning was gewoon beter geweest. 4-4 tegen Brentford had je eigenlijk vooraf niet voorgetekend. Maar goed, het is het derde gelijke spel waarschijnlijk op rij voor deze ploeg. En dat zegt ook wel iets. Ik bedoel, we zijn dan 3 wedstrijden ongeslagen. Maar ja, 3 keer gelijk spelen is ook gewoon puntverlies. En zo kunnen de concurrenten weer lachen. En huilt Wrexham. Want het eindigt hier in Brentford met 4-4. En deze Kevin Schade heeft zichzelf een enorme dienst bewezen. En heeft zich op de kaart gespeeld binnen de Premier League. Het uitvak van Wrexham wordt nog bedankt voor hun support. En Brentford is natuurlijk aardig tevreden. Zoals ik al zei, zitten we niet op schema van onze doelstellingen. Onze lange termijn doelstellingen hebben we bijvoorbeeld nog niet gehaald. Onze korte termijn doelstelling van Europa League hebben we nog niet gehaald. Krijgen we als goed is wel, want onze Carabao Cup overwinning, omdat we die hebben gewonnen natuurlijk, hebben we Europees voetbal. Die winstreeks van 3 uitwedstrijden kunnen we vergeten waarschijnlijk.
En dat met die jeugdspelerzaal, dat wordt ook nog wel een ding. Maar er komt wel een lichting aan die verhuurd wordt. En voor de rest, ja, we hebben gewoon een beoordeling van 75 rating. Gaan we op naar de volgende wedstrijd die zich alweer aandient. Harry Kane speelt bijvoorbeeld bij Nottingham Forest. En daar spelen we tegen. Harry Kane voetbalt hier dus zijn nadagen. Ik denk dat hij ook wel binnenkort gaat stoppen met voetballen. Maar goed, dat is voor ons te laat. Want Harry Kane is natuurlijk gewoon nog steeds een goede spits. Ondanks dat hij misschien heel erg afgetakeld is. Maar Nottingham Forest begint fantastisch aan de wedstrijd. En krijgt ook de eerste grote kans van de wedstrijd. Alleen weet Areola deze te keren. Waardoor Wrexham dus nog in de wedstrijd zit. Wrexham krijgt zelf ook een kans. Tycholand krijgt de bal bij Knezevic. En die krijgt de bal bij Taylor. En hij haalt uit. Alleen schiet de bal, nou ja, best wel ver over. Taylor vindt het een grote kans. Ik vind het best meevallen. Maar als je het zo ziet, oh, dan vliegt de bal net over de goal. Dus dan, ja, kan je het op zich zeggen. Als hij iets lager was, zat hij erin. Maar goed, hè, dat is alles als. Dit moet ons wel kracht geven. Maar het geeft Nottingham Forest eigenlijk best wel veel kracht. Het heeft veel balbezit en krijgt ook wel grote kansen. Wrexham, de verdediging van Wrexham weet niet echt wat het aan het doen is. En het komt dan ook op een 1-0 achterstand. Het is al knap dat Nottingham hier drie kansen voor nodig heeft. Maar goed, we kennen natuurlijk het verhaal. We hebben gewoon weer enorm veel tegendoelpunten. En dat nekt je gewoon. We hebben ook gewoon veel doelpuntenmakers. Maar we moeten ook gewoon nog meer investeren in de verdediging. En ik denk, eigenlijk had ook ons middenveld gewoon een investeringje nodig heeft. Maar Mason Greenwood is er hier langs en kan daardoor misschien gaan uithalen. Nee, hij wacht op Washington. Alleen hij zorgt voor een corner. En deze corner gaat uiteindelijk binnengekopt worden door Joral Hato. Hij kopt de 1-1 binnen. En zo kan Wrexham toch weer een beetje hopen op een overwinning hier tegen Nottingham Forest. Het is wel weer een uitwedstrijd. Maar goed, onze doelstelling was natuurlijk, hou drie keer de nul in een uitwedstrijd. Nou, dat is op dit moment opnieuw weer niet gelukt. Want we hebben een tegendoelpunt. Nou goed, we willen proberen te gaan voor die overwinning. Die Champions League wedstrijden zijn belangrijk voor de kas van de club. Daarvoor hebben we ook geïnvesteerd. Europa League voetbal moet met dit team ook haalbaar zijn. Maar goed, laten we eerst even deze wedstrijd winnen. Want we komen op een 2-1 voorsprong door Alejandro Garnacho. Door Kenneth Taylor. Hij maakt er 1-2 van. Vanaf afstand leek het op Alejandro Garnacho. Maar het bleek onze ex-Ajaxie te zijn, Kenneth Taylor. Hij zorgt voor de 1-2. En zo, nou ja, laat ik hopen. Want we kwamen ook voor tegen Brentford. Dus ik weet eigenlijk niet of de selectie dit power geeft. Ik hoop gewoon dat we dit nu doordrukken en dat we niet verdedigend gaan spelen. Daar heb ik wel van geleerd. Want tegen Brentford zijn we toen verdedigend gaan spelen. En nu proberen we gewoon, zoals ik altijd zeg, aanval is de beste verdediging. En dat blijkt ook, want Washington komt hier vrij. Alleen, ja, kan niet echt schieten. Komt niet tot schieten toe. En Nottingham Forest neemt de bal dan ook over. Maar er gebeurt gewoon best wel weinig in de eerste helft. Ondanks drie doelpunten zijn er niet echt veel grote kansen te melden in de eerste helft. En hier komt Kane er eigenlijk door. Alleen fluit de scheidsrechter hier af. Wat ik toch wel een redelijk opvallende beslissing vind van de arbiter. Maar goed, is een ons voordeel, dus ik heb niks te zeuren. Nou, 1-2 rust. Eens kijken of we dit ook door kunnen zetten richting de tweede helft. Ik ben best wel sceptisch, want ja, we weten natuurlijk hoe we zijn in de tweede helft. Dan spelen we niet heel erg best. Maar goed, Nottingham Forest heeft een ingooi, maar wordt eigenlijk al snel vastgezet door Knezevic. Knezevic geeft de bal aan Washington. En Washington krijgt ze zelfs van onmogelijke hoeken binnen. En zo staat het 1-3 voor Wrexham. Het is toch wel mooi dat zo'n jongen terugkomt van een blessure en dan zo belangrijk is. Ik ben daar eigenlijk best wel blij mee, want in Washington schuilt natuurlijk onze getalenteerde spits, waar we uiteindelijk heel veel geld voor kunnen vragen. Kenneth Taylor kunnen we in ieder geval hier bevestigen. Hij gaat volgend seizoen sowieso weg. Het transferbedrag houden we nog eventjes geheim, aangezien hij nog kan groeien en daardoor we hem nog niet kunnen verkopen. Maar goed, Nottingham Forest krijgt ook een kans in deze wedstrijd. En daarvoor moet Areola redding brengen. En hier moet Areola opnieuw redding brengen. En zo gaat het een beetje op en neer. Maar probeert Wrexham zelf ook een kans te creëren met Mason Greenwood. Krijgt hij misschien de bal bij Washington? Ja.
krijgt Washington de bal misschien ook nog bij een medespeler. Greenwood krijgt hem in ieder geval bij Kenneth Taylor. En hij schiet de bal knap over. Wat natuurlijk ook gewoon een prestatie op zich is. Maar goed, ook dat moet kunnen. En hier weer een kans in de maak voor onze clubje uit Wales. Greenwood krijgt de bal bij Washington. En hij krijgt de bal bij Alejandro Garnacho. En hij zorgt voor de beslissing in de wedstrijd, kunnen we wel zeggen. Het is 1-4. En dit is dan toch wel lekker dat we eindelijk weer eens een wedstrijd winnen. Is goed voor het gevoel binnen de club, want daar heerst er gewoon een negatief sentiment. En laten we hopen dat het moreel van de selectie daardoor ook weer omhoog gaat. Want het is enorm moeilijk als het slecht gaat om de selectie moreel in het groen te houden. Dat is gewoon extreem moeilijk. Spelers komen in opstand. Michael De Leeuw van de jeugdkant komt bijvoorbeeld in opstand. Inmiddels kan ik bevestigen dat we een bod hebben gekregen van een ploeg. En die hebben we geaccepteerd, een ploeg uit Noorwegen. En hij wil onze talent Michael De Leeuw wel overnemen. Want ik heb niks aan talenten die het moreel van de selectie naar beneden halen. Wordt het dan misschien ook nog 1-5? Greenwood beukt in ieder geval eventjes een verdediger onderuit. En Washington maakt er ook nog eventjes 1-5 van. Zo komt Washington dus lekker weg terug van zijn blessure. En ook hoe hè, we gewoon zoveel doelpunten al maken in deze paar wedstrijden. Twee wedstrijden pas. Is gewoon heel erg netjes van onze spits. En zo klimt hij weer richting de topscorerslijst. We moeten niet vergeten dat Washington ongeveer maar 16 wedstrijden heeft gespeeld. En hij staat nu tussen jongens die ruim 30 of 20 wedstrijden hebben gespeeld. Ja, dat is voor hem natuurlijk wel even andere koek. Dat is gewoon knap dat hij daartussen staat. Laten we het daarop houden. Maar Nottingham Forest wil ook eventjes nog laten zien in deze wedstrijd dat ze in ieder geval nog leven. Want zij krijgen ook zeker nog een kans. Maar daar is Areola dan uiteindelijk voor. Want die staat natuurlijk niet voor niets onder de lat. De trainer van Nottingham, ja, die staat natuurlijk wel onder druk. Speelt om de degradatiezone. Wat ik niet raar vind met Nottingham Forest. Maar goed, ook hier krijgt Nottingham trouwens weer een hele grote kans. Maar het is knap dat Murillo hem er niet in krijgt. Een corner was er dan voor Nottingham, maar daar komt ook uiteindelijk ook niks uit. Alleen weten we de bal niet erg weg te schieten, waardoor Nottingham misschien nog een kans krijgt. Jawel, en daar is weer Areola met de redding. En in dit geval kunnen we de bal ook, nou ja, wegschieten wil ik zeggen. Maar we spelen onze rechtsback wel heel erg dramatisch aan, waardoor het uiteindelijk nog 2-5 wil worden, kan ik zeggen. Maar Areola speelt een best wel belangrijke rol in deze 1-5 zegen, dat het in ieder geval maar 1-5 wordt. In plaats van 5-5. Maar kan Washington er dan misschien nog een derde van maken? Washington. Ja, hij schiet wel. En dan in de rebound kan net Greenwood er niet bij. En de extra tijd is maar liefst 4 minuten. Dat is best wel fors. Weet niet waar de scheidsrechter die 4 minuten nou weer vandaan tovert. Maar goed, maakt ons niet uit. Wij staan dik voor. En we kunnen het misschien nog dikker maken. Want daar is Divine Washington. Alleen een geweldige redding van de keeper van Nottingham Forest. En krijgen we nog een corner? Kunnen we die dan misschien binnenkoppen? Het antwoord is nee. En als de keeper de bal pakt, kan de scheidsrechter affluiten. En doet het ook. Wrexham wint weer eens met 1-5 van Nottingham Forest. En deze overwinning hadden we toch wel echt daadwerkelijk nodig. En Nottingham Forest had ook een overwinning nodig. Deze Vitinha kennen we natuurlijk nog. Die heeft ons vorige paar wedstrijden enorm veel pijn gedaan. En ja, nu kan hij dat niet. Nottingham Forest daalt verder in de Premier League. En Wrexham kan misschien een stijgende lijn omhoog vinden. Laten we het hopen. En hopen dat we niet in de volgende wedstrijd misschien al de deksel op onze neus gaan krijgen. Hopelijk zetten we deze stijgende lijn voort in de volgende wedstrijd. Laten we eerst eventjes kijken, want we zien dat we verschillende doelpuntenmakers hebben. Kenneth Taylor, Devoid Washington, Ernest Pocu, Alejandro Garnacho, Mason Greenwood hebben allebei over de 100 goals. Zien we bijvoorbeeld een Daniel Jevensen met 9 doelpunten, die er dus ook al bijna 10 heeft. Zo zien we maar weer dat we niet van één speler afhankelijk zijn. En dat we gewoon een hele goede aanval hebben en gewoon een hele goede kan. Een 10, want Taylor hebben we natuurlijk als trainingsplan gegeven een 10. En inmiddels voelt hij zich daar best wel blij mee. De media was natuurlijk redelijk kritisch toen we hem op de 10 positie zetten. Maar ik was echt van mening dat Taylor dit kon. En hij bewijst maar weer dat hij het kan. Fulham begint in ieder geval goed aan de wedstrijd. En krijgt ook die eerste grote kans in de wedstrijd. Dat was in de 7e minuut maar liefst. Maar goed, we moeten hier gewoon goed mee omgaan. En hopen dat we in ieder geval weer, net als tegen Nottingham, kunnen scoren. Maar het scoren doet uiteindelijk Fulham, want daar is de 1-0.
Ongelooflijk, maar waar. Het is uiteindelijk deze jongen die scoort. Ik weet even zijn naam niet meer. Ik had hem nog in mijn hoofd. Ah ja, Ferreira was het. Hij maakt er 1-0 van. Maar goed, het is nog maar 1-0. Er is niks aan de hand. Ik bedoel van, we hebben laatst een overwinning getankt. Dus dit is natuurlijk gewoon niks aan het handje, zou je zeggen. Maar Wrexham raakt in pure paniek. Iwobi aan de bal, overgekomen van Everton. En daar is dan weer Ferreira. En vraag me af wat Areola aan het doen is, want hij dook al voordat de bal daadwerkelijk in de goal zat. Het is in ieder geval 2-0 voor Fulham. En dit is niet de start van de wedstrijd waar ik had op gehoopt eigenlijk. Maar goed, 2-0 achter. We kunnen het misschien nog omdraaien, maar dan hebben we wel heel veel geluk nodig om eerlijk te zijn. Nou, proberen we dan nog ons best. Maar ja, dit is natuurlijk gewoon buitenspel. De grensrechter vlagt hier ook voor. Ja, en als we nou even hem iets eerder hadden gegeven. Maar ja, dat is weer als. 34e minuut is ingegaan. Ferreira heeft de bal. Nou, daar hebben we opeens op best wel goede mandekking nu op staan sinds hij 2 goals heeft gemaakt. Maar goed, dan vallen er ook ruimtes. En Ferreira geeft de bal dan mooi af op Iwobi. En hij maakt er dan nog eventjes 3-0 van. En zo lijkt Wrexham echt helemaal niks te vertellen te hebben. Hier tegen Fulham. Het is werkelijk waar. Ongelooflijk welke mentaliteit wij hebben in deze wedstrijd. Een haartjesgedrag. Ik heb geen idee. Alles ging mis. Ik had wat verzonnen voor deze wedstrijd. Maar het lijkt allemaal in één keer mis te gaan. Ernest Pokoe hier bijvoorbeeld. Krijgt de bal er gewoon niet in. En zo gaan we gewoon rusten met een stand van 3-0 maar liefst. En daar ben ik gewoon niet tevreden over. Ik weet ook niet hoe dit allemaal kan. Ik heb ook geen idee. Want ik was echt van mening, dit is het plan. Hier kunnen we mee gaan winnen. Dit is een fantastisch plan. Bedoel van, ik had de spits op achter de linies kruipen. Als wij daar nou alle ballen op geven, want Washington is gewoon een hele snelle spits. En anders kunnen we altijd nog via de flanken spelen. Dat is eigenlijk de tactiek die we maar liefst altijd gebruiken. Alleen hebben we er nu wel een klein beetje verandering in gebracht. Die veranderingen ga ik alleen niet vertellen, want het is niet zichtbaar. En dat is gewoon enorm jammer. Het was eigenlijk, nou ja, ik kan het wel vertellen. In de tussentijd krijgen we een grote kans. Maar ik had eigenlijk nu de buitenspelers ook achter de linies kruipen neergezet. Zodat zij misschien de voetbalverdediging in de war konden brengen. Inmiddels is het trouwens 4-3-1. Berardi scoort. Kan er dan misschien dan toch nog wat? Maar in ieder geval dat zij dan de ruimtes konden trekken, zodat Washington dan meer ruimte had. Alleen, dat is in werkelijkheid gewoon niet het geval geweest. En dat is dan toch wel redelijk teleurstellend. Maar goed, ook Fulham ziet, weet ook gewoon van, we hebben een comfortabele voorsprong. Zij maken een doelpuntje, geloven er weer in. Dan krijgen wij ook gewoon ruimtes. En dat klopt ook, want kijk eventjes wat de ruimtes wat hier ligt. En Iwobi, ja, die schiet gewoon eventjes op Areola, joh. Meijer met de corner voor Fulham. Waarschijnlijk ook een Nederlander. En dan wordt hij bijna binnengeschoten. Of binnengekopt, hoe je het ook wil noemen. Maar Ferreira is in ieder geval boos, want hij kon zijn hattrick maken. Ja, en hier zien we ook een schrijnende statistiek. Jevensen 1 schot. Ferreira 5. Andersen heeft de bal. Nou ja, die kan daar natuurlijk niks mee, want Andersen is niet zo snel. Zo zitten we alweer in de 72e minuut van deze wedstrijd. En heeft Meijer de bal. Ferreira is aan het sprinten. Let op Ferreira, want die wil zijn hattrick maken. Maar Meijer gaat gewoon een doelpunt maken. Kan ook. En zo staat het 4-1 voor Fulham. En gaat Wrexham opnieuw kansloos ten onder. Zoals zo vaak in de afgelopen video's. Zelfs een overwinning kan geen positief sentiment brengen blijkbaar. En ook Fulham krijgt kans op kans. 88e minuut van de wedstrijd. En Wrexham heeft geen kans meer gecreëerd. Hier ook. Maar dit is dan weer net buitenspel. Net te laat gegeven door Fulham. Zo kan Wrexham misschien nog een kans creëren. Ernest Pokoe heeft de bal. Vind ik hem behendig. De goede buitenspeler. Alleen het probleem voor Pokoe is dat Garnacho natuurlijk ook gewoon heel goed voetbalt. Maar ja, Garnacho kan weer spelen tegen Brighton. En hier is Arias. Nou, die kan hij schieten. Boy, Greenwood. Mason Greenwood probeert uit te halen. Nou, halen we er in ieder geval nog een corner uit. Maar als we deze, hebben genomen, is het ook al voorbij. Berardi komt alleen nog wel even zijn tweede van de wedstrijd binnen. Zo staat het 4-2. En ja, we juichen dan wel. Maar ja, het is eigenlijk gewoon te triest voor woorden natuurlijk. We verliezen gewoon 4-2 van Fulham.
En toen de scheidsrechter afloopt, dacht ik van ja. En nu? Want wat moeten we veranderen? Ik bedoel, van als we ook al van een Fulham niet kunnen winnen, dan moeten we ons wel echt ernstig zorgen maken. Ik bedoel, van in het voetbal kan natuurlijk alles. Ik bedoel, van het kan zijn dat we de volgende wedstrijd winnen en dat we opeens weer een reeks van 5 wedstrijden neerzetten. Maar ik heb niet het gevoel dat dat met het huidige beleid nog kan. Ik bedoel, met de huidige tactieken, et cetera, met de huidige spelopvatting. We zien dan ook nog wel dat we op de 5e plek staan. We staan dus nog wel op een Europese positie. Dwight Washington heeft in de 4 doelpunten gemaakt in de laatste 3 wedstrijden. Dus hij komt wel echt goed terug van zijn blessure. Ik weet ook gewoon dat het aan Washington niet ligt. Maar waar ligt het dan wel aan? Ik vind dat onze buitenspelers het ook gewoon heel erg goed oppakken. Onze buitenspelers spelen ze sterker nog fantastisch, vind ik. En in deze laatste wedstrijd tegen Brighton moeten we in ieder geval laten zien wat we waard zijn. Tierney, Jordi Klaas, die speelt blijkbaar bij Brighton. Viper. En daar is dan Kozlowski. Hij maakt er 0-1 van. De oud-Vitesse-speler is opgenomen in de eerste selectie van Brighton. En ja, hij scoort. En zo deelt Brighton de volgende klap uit met deze 0-1. Kozlowski juicht natuurlijk, maar wij niet, want wat we ook proberen, dit Wrexham krijgen we niet meer echt aan het voetballen. En het lijkt erop dat we de laatste 3 wedstrijden gewoon een hel gaan worden. Of kan Kenneth Taylor misschien de band breken voor Wrexham? Natuurlijk kan Kenneth Taylor dat. Het is 1-1. Wrexham misschien herrezen uit de dood? Nou, laten we niet te positief zijn, want dan kan het alleen maar tegenvallen. Ik vind het gewoon jammer, weet je. Ik bedoel, we hebben zulke goede topspelers. En ja, ik weet het. Ik heb goede verdedigers gehaald. Maar ik ben zelf in de game ook gewoon niet goed in verdedigen. En dat, ik denk dat dat ook gewoon wel een punt is. Waardoor eigenlijk wij gewoon veel te veel tegendoelpunten krijgen. En ik weet niet zo goed wat ik daaraan kan doen. Het is, ja, onbegrijpelijk. Van wat ik ook probeer, ik vind elke keer weer nieuwe trucjes uit om te verdedigen, maar elke keer, ja, of ik gebruik het niet goed, of het werkt niet. Maar ik probeer de fout ook bij mezelf te zoeken hier ook, broer, van we hebben gewoon geen druk op de middenvelders. Brighton kan er best wel makkelijk onderuit spelen. Ik ben op zoek naar een nieuwe tactiek, misschien is een nieuwe spelopvatting wel goed, maar ja, is dat handig in de laatste 3 wedstrijden? Kunnen we dat misschien beter niet in de voorbereiding op volgend seizoen proberen? Want volgend seizoen is de doelstelling eigenlijk gewoon de Lancie te pakken. Want ja, Champions League voetbal is gewoon steeds verder uit zicht. Ondanks dat het natuurlijk nu gelijk staat, ja, weet je niet wat de concurrentie natuurlijk doet. En dat baart mij zorgen, want Champions League voetbal leken we eigenlijk safe voor te zijn. Maar na opeens een negatieve reeks blijkt dat helemaal uit zicht en nu wil Brighton er alleen maar erger, wil het alleen maar erger en erger maken. Het is wel dat, zo dat we een saaie eerste helft hadden. Zo is het nu ook al rust. En staat het 1-1. En ben ik echt boos. Want we kunnen gewoon voetballen. Brighton, ja, heel leuk en aardig dat ze in het echt natuurlijk Europees voetbal spelen. Maar Brighton staat er in deze game totaal niet goed voor. Staat op de 13e positie of zo. En daar moeten wij toch gewoon van kunnen winnen. Nou, je zou denken van wel. Ja, laten we hopen dat het ook zo is, want Mason Greenwood lijkt er langs te zijn. Greenwood die zijn snelheid goed moet gebruiken. En zo de Brighton-verdediging misschien wel te verrassen. Garnacho heeft de bal en de goed schiet hem geplaatst binnen. En zo staat het 2-1 voor Wrexham. Ja, het valt mij op dat Alejandro Garnacho en Washington samen best wel goed in vorm zijn. Garnacho natuurlijk ook al voor de blessure van Washington. Maar toen was ook Greenwood best wel in vorm, vond ik. En die zien we in deze video nauwelijks meer terug. Ja, hij had 1 kans volgens mij in de eerste wedstrijd. En dan houdt het ook alweer op. Volgens mij hebben we Greenwood gewoon echt voor de rest niet gezien in deze video. En ook dat baart mij zorgen. Want Greenwood is wel de best groeiende buitenspeler aan onze kant. Alleen Brighton krijgt ook een kans. En Jordi Klaas die krijgt de bal alleen net niet binnen. Alleen is het wel Viper die hem in de rebound binnenkrijgt. En zo staat het ook alweer 2-2 gelijk. Areola kijkt naar Viper en Viper loopt zelfs door Areola heen. Dat vind ik ook wel knap, wist niet dat dat kon. Maar goed, 2-2 gelijk. Niet al te best als je het aan mij vraagt. Gewoon heel erg slecht. Maar goed, we proberen in ieder geval nog de wedstrijd te winnen. En dat doen we door ultra aanvallend te voetballen.
En dat zie je denk ik niet vaak. Maar goed, we willen deze wedstrijd gewoon winnen. En Greenwood heeft de bal. Een jongen die we niet veel hebben gezien. En daar is dan Divine Washington. Hij krijgt de bal op een assistje van Greenwood. Dus dan zien we hem nu wel. En Washington scoort dus de 3-2. En is daar aardig tevreden mee. Ik heb deze celebration trouwens ook uitgevonden. Ja, ik zit gewoon op een paar random knopjes te drukken. Zodat we een keer andere celebrations hebben. Want ik druk eigenlijk in mijn career mode altijd op X. Dat zijn die standaard celebrations. En ik was er wel een beetje klaar mee. Maar goed, is Brighton hiervan Harry in de Barry? Of kan het gewoon de 3-3 binnenschieten? We gaan het meemaken. Wrexham Canada wordt het hier nog gewoon gelijk. Van Hekken. Kozlowski. En uiteindelijk weet Brighton hier niks uit te creëren. Maar heeft Brighton wel weer de bal overgenomen van Wrexham. Kozlowski. Jordi Klaasie. En weer Kozlowski. En dan is daar Wiper. Wiper geeft hem af op Popion. En hij maakt er 3-3 van. En zo is Wrexham Brighton toch een leuke wedstrijd geworden in de tweede helft. Althans, niet als je natuurlijk voor Wrexham bent. En al helemaal niet als je de trainer van Wrexham bent. En al helemaal niet als je de eigenaar van Wrexham bent. Nou ja, kom op. Ik bedoel, van we leven boven onze stand. We moeten er nou ook niet de alarmfase 1 van maken. Alleen ja, het is best wel zorgelijk dat we elke keer in een seizoen zo'n dip hebben. Hato krijgt dan nog een kans. Kan je dit een kans noemen? Nee. Er kwamen trouwens nog wel een paar wissels, maar deze paar wissels zijn niet te benoemenswaardig. Want waarschijnlijk gaan ze geen rol van betekenis meer spelen. U ziet ze trouwens boven in beeld. Tjerny. Ja, Brighton wil deze wedstrijd in ieder geval nog proberen te winnen. In de 89ste minuut zetten hun de laatste aanval op van de wedstrijd. Die bal gaat op de paal, maar dan neemt João Pedro de bal over. Fernandes krijgt de bal bij Jordi Klaasie. Klaasie krijgt de bal bij Wiper. En hij maakt er 3-4 van. Brighton gaat deze wedstrijd nog winnen. En dan probeert... Oh, die krijgt even een vlieglegspoku. Dan zo pakt Brighton nog eventjes een gele kaart. Maar wint Brighton van Wrexham met 3-4. En is dit voor Wrexham natuurlijk gewoon een enorm slechte prestatie. En druipt Pochettino af met zijn ploeg. Kenneth Taylor kan het niet geloven. En Kozlowski komt juichend voor zijn hoofd langs. Voor zijn ogen langs. Het is werkelijk waar ongelooflijk. Wrexham sluit deze video af met 4-2 nederlagen op rij. En heeft maar één wedstrijd gewonnen. Dames en heren, willen jullie deze serie nou vooruitkijken? Vergeet dan zeker niet ons te supporten met een lidmaatschap van 4 euro. Je kan natuurlijk ook ons supporten voor gratis door te abonneren en deze video te liken. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken en zie jullie graag bij de volgende Wrexham video. Later mensen!